dit montagefilmpje laten we u zien hoe eenvoudig het is om zelf een metal studwand te monteren met de materialen die u kunt bestellen via onze website www.metalstudwand.com. We starten met het uitmeten van de achterkant van de wand. Om fouten te voorkomen met betrekking tot het aanbrengen van de verschillende materialen wordt zowel de binnen- als buitenmaat op de vloer aangegeven. Op dezelfde manier wordt ook de voorkant van de wand opgemeten. Voor een wand zijn MSH-profielen en MSV-profielen nodig. Een MSH-profiel heeft een U-vorm en is het profiel dat horizontaal op zowel de grond als aan het plafond geplaatst moet worden. Een MSV-profiel is een C-vormig profiel dat verticaal tussen de MSH-profielen geklemd wordt. De juiste maat wordt met een stift afgetekend. Met een winkelhaak kan de lijn haaks worden overgezet. Nu worden met een blikschaar de zijkanten ingeknipt waarna het profiel omgebogen wordt. Vervolgens kan de lange zijde worden doorgeknipt. Bij een MSV-profiel moet telkens aan dezelfde kant worden afgeknipt in verband met de inkepingen voor stroomdoorvoer. Buig na het op maat knippen de zijkanten iets naar buiten, waardoor het beter blijft staan zolang het nog niet is vastgezet. Op een MSH-profiel wordt een foamband aangebracht om zo contactgeluid te beperken. Het eerste MSH-profiel moet in dit geval bevestigd worden op een betonvloer. Met behulp van een klopboor wordt om de 60 centimeter dwars door het profiel een gat geboord. Om het profiel vast te zetten kan zoals hier gebruik worden gemaakt van Subex-nagels. Het MSV-profiel dat tegen de wand bevestigd wordt moet ook voorzien worden van foamband. Om het profiel te plaatsen wordt deze er eerst zijwaarts ingezet om vervolgens een kwartslag te worden gedraaid, zodat deze vast komt te staan in de MSH-profiel aan de onderkant. Met een waterpas wordt het profiel rechtgezet om vervolgens met een tussenafstand van 60 cm vastgeschroefd te worden op de wand. Schuif het bovenste MSH-profiel bovenop het MSV-profiel dat op de wand gemonteerd is. Onder het andere uiteinde van het MSH-profiel wordt een verticaal profiel geplaatst en met een waterpas wordt de hele wand nu rechtgezet, waarna het MSH-profiel met Subex-nagels wordt vastgezet. Bij het plaatsen van de rest van de MSV-profielen is het belangrijk dat ze met de open kant richting het eerste profiel geplaatst worden. Plaats de dichte kant van het eerste profiel op 60 cm van de wand. Alle overige profielen worden vervolgens met een hart-op-hart afstand van 60 cm van elkaar aangebracht. De MSV-profielen moeten zowel op de bovenkant als op de onderkant vastgezet worden aan het MSH-profiel. Teken nu de juiste lengte af op de gipsplaat. Door een MSV-profiel als snijhulp te gebruiken is het eenvoudig de plaat in te snijden met een afbreekmes. Na het insnijden kan de gipsplaat eenvoudig omgebogen worden. De plaat zal breken langs de ingesneden lijn. Snijd nu de andere kant voorzichtig door met een scherp afbreekmes. Het komt wel eens voor dat u een gipsplaat ontvangt waaraan een kleine beschadiging zit. Deze kunt u heel goed gebruiken als eerste gipsplaat door de beschadiging eraf te snijden. Vervolgens wordt de gipsplaat geplaatst en vastgeschroefd met gipsplaatschroeven. Bij het isoleren van de wand worden de glaswolpanelen eerst aan de bovenkant en aan de onderkant aangebracht. Het middenstuk wordt op maat gesneden met een scherp afbreekmes of een speciaal isoleermes in combinatie met een rolmaat. Is de wand overal even hoog, gebruik dan het gesneden stuk als mal voor het volgende stuk. Het gebruik maken van een mondkapje is zeker aan te raden. Achterhout wordt gebruikt om in een later stadium materialen aan de wand op te hangen. Het achterhout is voorzien van een groef, zodat het precies in het MSV-profiel valt. Het wordt op deze manier met schroeven vastgezet. De zijde zonder groef wordt vanuit de binnenkant van het profiel vastgezet. Belangrijk bij een metal studwand is dat je aan de ene zijde van de wand begint met een hele plaat en aan de tegenoverliggende zijde met een halve plaat. Gipsplaatschroeven worden om de 30 cm aangebracht. Schroef aan beide zijdes in het afgeschuinde gedeelte en in het midden waar het MSV-profiel zich bevindt. Met gaasband voorkom je scheuren van de afwerklaag op de naden. Het wordt op de afgeschuinde kant geplakt en op lengte afgescheurd met een plamuurmes. De eerste laag wordt aangebracht met een spakmes. Deze laag moet alleen de afgeschuinde kant van de wand vullen. Als deze laag droog is, kan de tweede laag worden gezet. Deze laag wordt met een bolle spaan aangebracht. Als ook de tweede laag gedroogd is, kan er worden geschuurd. Tot slot wordt met het spakmes een derde laag aangebracht om eventuele krasjes weg te werken.